Dag kijkers, van honden is bekend dat ze niet overal in het bos mogen komen. Bijvoorbeeld in de gebieden waar de Schotse hooglanders grazen of waar bepaalde diersoorten broeden of waar bijzondere planten zijn. En mensen, de bezoekers, die hebben daar misschien ook heel af en toe last van dat ze opeens voorbij of tegen zo'n hek aanlopen waar ze dan niet in mogen. En daar waren we benieuwd naar de verboden gebieden voor de bezoekers en de hamvraag waarom. En we gaan zo dadelijk op reportage, op excursie met twee boswachters, Annemiek Stevenhagen rechts van mij en rechts buiten, links voor de kijkers, Femke Honoud. Ik zou zeggen, we gaan en we zijn heel benieuwd en we vinden het een eer. Dames, laten we gaan. Hopla. Ja. Hele bijzondere plek dit, Annemiek. Waar zijn we hier? We zijn in de vogelkijkhut aan de noordkant. Dus onder het Nieuwe Meer en boven de bosbaan. Bijna niet te zien. Het kostte aardig wat halsbrekende toeren om hier te komen. Eerst met een sleutel over een sloot en toen? Toen even door de bossages over een glibberig pad. Waar je bijna onderuit gaat. Dus ja, en dan kom je in een heerlijk droog hutje. Waarom is dit verboden voor de bezoekers? En mogen jullie, of is het uitsluitend voor boswachters en waarnemingen van vogels bedoeld? Nou, het is niet uitsluitend voor de boswachters bedoeld. Het is zo dat de bosorganisatie van het Amsterdamse Bos heeft de sleutel van deze hut. En het is gewoon gebleken in het verleden dat als je dit gewoon vrijgeeft voor alle bezoekers, dat zwervers hierin gaan slapen, dat het uitgewoond wordt, fikje gestookt. Ja, dat willen we gewoon niet. Dus vandaar dat geïnteresseerde vogelaars natuurlijk altijd kunnen vragen om de sleutel, dan kunnen wij dat begeleiden. Maar het is niet zo dat iedereen hier vrij toegang tot heeft. Want anders dan, blijft er waarschijnlijk niet veel over van het hutje. Een paar zomers geleden is hier een Poolse zwerver aangetroffen. Eigenlijk bij toeval, want zo vaak komen de boswachters hier nu ook weer niet. Maar die werd aangetroffen, had het tot zijn hotel gemaakt. En dat mocht niet. Misschien hebt u het gelezen of bent u op de hoogte. Het Land van Bossen is het nieuwe ingerichte evenemententerrein van het bos. Inmiddels zijn er twee grote evenementen hebben de plaats gehad. De Day at the Park en Electronic Family Festival. Enfin, zojuist zijn we dat helemaal overgelopen. Achter in het veld, daar komen we dit tegen. Verbazingwekkend dat dit in zo'n korte tijd tot stand is gekomen. Annemiek, wat stelt het precies voor? Ja, dit is een natuurlijke zone. Het maakt onderdeel uit van de Groene As. En de Groene As loopt door een groot gedeelte van deze regio. En het doel daarvan is om gidssoorten zoals ringslang, waterspitsmuis, om die een goed biotoop te geven, waardoor ze zich over een groter gebied kunnen verspreiden. En het is zo dat dit gebiedje, wat 6 hectare beslaat, dat maakt onderdeel uit van het project Land van Bossen, waar dus een nieuw evenemententerrein is gekomen voor Amsterdam, Amstelveen en eigenlijk voor de hele regio. En financieel is dat dus meegelift met het evenemententerrein. En nu hebben we dus 6 hectare een mooi gebiedje erbij, wat heel geschikt is voor bijvoorbeeld de ringslang.
Dus geheel beschermd. Wij zijn hier ook met een loopplank over een sloot zijn we gekomen. En duidelijk dus dat dit verboden toegang is voor en alleen voorbeschikt is aan dieren. Ja, dat is het voordeel van een slootje ertussen. Dan komen mensen daar niet zo makkelijk en dat is ook niet de bedoeling. Want je zag al op het moment dat wij dit voor het eerst betreden, dit nog vrij maagdelijke gebied, dat gelijk alle vogels wegvluchten, zoals de kieviet. En de bedoeling is dat dit stukje echt voor de natuur is. En dan hebben ze een paar keer per jaar overlast, maar voor de rest kunnen ze zich hier prima leven en zich voortplanten. We staan hier bij een overwinteringsplaats voor ringslangen. Er zijn twee van dit soort plaatsen gecreëerd op dit stukje, nieuwe stukje van 6 hectare. Het is zo dat gaat dit natuurlijk allemaal dichtgroeien met gras, waardoor je aan de buitenkant niet meer kan zien dat het iets meer is dan alleen maar een bergje zand wat begroeid is. Er ligt puin in en stukken buis. En de reden is dat daardoor de ringslangen hierin kunnen kruipen, zodat ze een droge en vosvrije plaats hebben om de winter te overleven. Wat we hier zien is een aangelegde broedhoop voor het eerst dit seizoen. Toen het gebiedje heringericht was, hebben ze ook gelijk deze broedhoop aangelegd. En nog een die iets verderop ligt. Het ligt heel mooi aan het water. Waarschijnlijk zullen we dit jaar in eind oktober zullen we hier nog geen eieren in aantreffen. Maar ja, we hopen dat in de komende jaren dat het wel het geval zal zijn. De reden dat het er zo bij ligt als nu met die stokken er allemaal uit, is dat het een beetje luchtig moet worden, zodat de ringslangvrouw die zijn eieren wil afzetten, dat die ook gewoon naar binnen kan. Dus dat het wat luchtigheid gecreëerd wordt. Het heeft natuurlijk enorm geregend, waardoor het allemaal een beetje is ingeklonken. Maar het idee van het hele gebeuren is dat er dus voldoende broei ontstaat, waardoor de temperatuur goed is om die ringslangeieren te laten uitkomen. En dan is het zo dat over het algemeen, als het de vrouwelijke ringslang goed bevalt, zo'n broedhoop, dat ze dan ieder jaar weer terugkomt. En zo krijg je dan een aardig beeld over hoe het gaat met de ringslang. Het is een heel groot stuk mos. Mos is vaak, zien we in hele kleine hoeveelheden, maar dit is een heel groot, heel apart ziet het eruit. Hè? Veenmos? Ja, wat je hier ziet is een heel groot veenmospakket. Het is zo dat heel erg veel water kan bevatten, veenmos. En als je het uitknijpt, dan is het net een spons die je uitknijpt. Dit is het poelgebied en vooral dat veenmos is heel kenmerkend voor dit gebied. Het is heel erg zacht en zompig en het is dus heel waterrijk. Dus als je... Er zijn hier wel machines in verdwenen met bepaalde werkzaamheden. Dus het is ook een heel moeilijk gebiedje om te onderhouden. Je kan alleen maar met heel licht materieel erop. Omdat als je hier met een zwaar voertuig overheen rijdt, dan zakt dat helemaal weg. En daar hebben we wel leuke verhalen over uit het verleden. Dat tijdens onderhoudswerkzaamheden dat machinerieën helemaal verzakt zijn geraakt in die sompige bodem. Annemiek, tot slot één vraag nog. Het heeft niets met de verboden gebieden te maken waar we geweest zijn, maar de konijntjes. Een maand of vier geleden kwam je op een ruiterpad, kwam je vier of vijf hele kleine verlaten konijntjes tegen. En daar heb jij je mee bemoeid. En sindsdien is er een soort wonder gebeurd, dankzij jouw engelengeduld. Nou ja, wonder, dat zou ik niet direct willen zeggen. Maar het is zo dat we kregen een melding van een ruiter dat er zes konijntjes, pas geboren zeer waarschijnlijk, helemaal naakt nog, dat die op het ruiterpad lagen, open en bloot. Nou, waarschijnlijk heeft die moeder 's nachts gedacht dat het een hele mooie locatie was voor een wentel. Maar dat bleek niet zo te zijn, want een paard heeft de wentel kapot gemaakt en de konijnen lagen dus open en bloot. Van de zeven konijntjes waren er nog zes in leven. Die zes heb ik meegenomen en geprobeerd op te voeden. En iedereen achter mij kansloos. Maar goed, een voormalig dierenassistente heeft ze niet zo gauw gewonnen. Dus ik heb ze opgevoed met melk. En uiteindelijk hebben er twee het gered. En die heb ik nu inmiddels weer vrijgelaten in het Amsterdamse bos. Geweldig. En ook hartelijk dank voor de assistentie bij de excursie naar de verboden gebieden. En ook Femke. Als het hockeyseizoen voorbij is, nemen de cricketers van VRA het sportpark over.
En zij doen dat in de voetsporen van de hockeyers, want ook VRA heeft veel succes. In de laatste 13 jaar werd het liefst 8 keer landskampioen en ook dit seizoen lonkt de titel in de topklasse. VRA is sinds 1939 een van de oudste gebruikers in het bos. 1 keer is de club intern verhuisd. Ze is nu gevestigd op een van de mooiste locaties in het bos, in een hoek van het sportpark. Bijzonder is het graswicket, dat een lokkertje is voor toplanden om er af en toe interlands te komen spelen. Tijdens een wedstrijd in 2004 waren er 16.000 toeschouwers. Cricket is mondiaal, een grote sport, en ook VRA is internationaal getint. 20% van de leden komt uit het buitenland. VRA heeft als enige in Nederland de A-status van het NOC-NSF en speelt op alle niveaus, heren, dames, jeugd. En dan zijn er nog recreatieteams als de Comedians en de Studs, bijgenaamd de Academicals. Ook worden er clinics voor bedrijven gegeven. Er is geen fantasie voor nodig om je als toeschouwer op een zondagmiddag gezeten op een teakhouten tuinbank ergens in Engeland te wanen. De slechte zomer is natuurlijk ook niet aan het Amsterdamse bos voorbij gegaan. Maar al te vaak waren donkere luchten te zien, zoals hier in het Schinkelbos. Als dan even de zon doorbrak, gaf dat meteen hoop, maar niet voor lang. Festivalgangers waren ook de dupe van regen, kou en wind. Poncho's maakten er tenminste nog een kleurrijk geheel van, maar liever niet natuurlijk op deze manier. Eind juli, begin augustus waren er zelfs al verse paddenstoelen te zien. De combinatie van een warm voorjaar en een vochtige zomer zijn ideale omstandigheden voor de sporen om wortel te schieten en dat hebben ze dan ook gedaan. Wekenlang hebben we verlaten kinderbaden gezien. Normaal gesproken een topattractie in de zomer, maar nu braak, eenzaam en met plassen regenwater op de bodem. Nee, dan de honden. Zij trekken zich nooit iets aan van het weer en zijn altijd te porren om in een vijver een prooi op te halen. Dit is Amber en hij weet, hoe harder ik zwem, des te groter de kans dat mijn baasje geduldig blijft en ik nog een keer mag. En nog een keer, en nog een keer. Tot slot de agenda. Het openluchttheater is deze zomer zwaar gedupeerd door het slechte weer. Los van de toneelvoorstelling Les Enfants du Paradis wordt van alles georganiseerd om het seizoen alsnog te redden, als het weer nog goed gaat komen. Zo is er zondag 21 augustus Muziek in het Bos, waarin bekende artiesten en nieuw talent een ode brengen aan de muziek, de poëzie en het theater. Met onder andere Ellen ten Damme en Paul de Munnik. Aanvang 21:30. Dan is er op zaterdag 27 augustus een uniek optreden van het Nederlands Blazers Ensemble. Aanvang om middernacht na Les Enfants du Paradis.